Oh mijn god. Gast, dit loopt helemaal uit de hand ook. Oh mijn god. We worden gefilmd hier. Oh my god. Disclaimers. Voordat deze video begint wil ik even zeggen dat ik vandaag een meeting had. En ik was dus mee met een maatje van mij. Voor de rest kende ik daar helemaal niemand. Maar ja, de meeting liep niet zoals gepland. Ik zou zeggen, kijk op eigen risico. En als jullie afvragen, Monstertube, ik wil ook bij een brommermeeting aanwezig zijn. Volg dan nu mijn Instagram. En strijders, ik hou van jullie. Geniet van de video. Let's go. Monstertube, welkom weer bij een gloednieuwe video. Vandaag zijn we on my way naar een meeting toe. We rijden met letterlijk min 1 graden. Deze guy blijft mijn wielies doen, lekker pik. Maar zoals je daar, ja, jullie kunnen niet zien, maar het water hiernaast is bevroren. Dat is echt niet normaal. Tjus! Ik weet niet waarom, maar vandaag is wel zo'n dag dat ik echt denk dat ik een wokstatus krijg. Ik weet niet waarom, maar een wheelie hier over de brug, over de snelweg. Super dik. Holy tieten, gast. Oh, die Zip 2-tak, die gaat hard, jongen. Oké, we zijn momenteel in Haps aangekomen. En wat ik wel heb gehoord, is dat de meeting langs een snelweg ligt. Dus dat is best wel dik aan de ene kant. Maar het moet niet te extreem zijn, maar het is best wel dik als het langs de snelweg ligt. Punt nummer 2 is dat ik echt denk dat ik vandaag een bokstatus krijg. Of dat we... of dat het helemaal fout afloopt. Ik weet het niet, maar... ik zat vandaag ook te denken van, zou ik met de Zip gaan of de schakel gaan? Maar toen heb ik toch besloten om met de schakel te gaan, want de Zip, ja, dat dacht ik op een of andere manier niet aan. Gaan we nou de snelweg op, joh, met allemaal scooters? Dat zou wat zijn. Mogen wij hier rijden? Nee, hè? Nee. Yo, mannen! Dikke kwad, man! Yo! Zoals jullie zien zijn wij bij de meeting aangekomen, boys. En ja, wat een chaos hier. Niet normaal. Onder een brug, langs snelweg. Oh, kei goede plek. Je hebt het niet koud of zo, hoor. Bro, ben je niet bang met gepakt te worden met dit ding? Nee. Ah, goed scheid. Gast, heb je dit zelf erop geschreven? Nee, dat had de vorige eigenaar gedaan. Daar moet nog een nieuw voor bestellen. Ik heb hem nog maar een week, dus niet afkraak. Nee joh, kei leuk ding. Als je hem zo ziet, denk je echt van, hij komt uit de oorlog maken. Ja. We zitten hier langs de snelweg, dus we kunnen gewoon naar het tankstation toe gaan. Hoe grappig is dit dan? Als je hier een meeting wil hebben, heb je gelijk een tankstation in de buurt ook gewoon. Pak me dan dat kenteken. Zitten we met z'n allen bij een tankstation hier. Zauw, hé. Oké, die kwad gaat nog best hard ook. Bop, 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 bop. Oké, we gaan eens even racen tegen een kwad. Oké, dan. Oh, jij staat al. Oké, gaat steunen, Alex. Oh. Een dikke Billy met een kwad erbij. Oké, derde toeter gaan we, ja? Ga jij toeteren? Een dikke tommelsfiets. Zo. Even ter plekke bijtanken met benzine. Dit gaat toch helemaal mis, dit. Hey. En in de kant. Hey. Stik er maar even in de kut, hoor. Hij rijdt gewoon zonder kenteken hier, alsof het niks is. Deze gewoon met een andere kenteken. Dat ding, jongen. Dat is heet. Zo, we zijn hier met dikke KTM supermotors, zoals jullie kunnen zien. En een dik kwad. Zo, hey, kijk dan wat dik, jongen, hè, deze supermotor. Op een dag ga ik meerijden. Hebben we al afgesproken met z'n allen, als ik maar A1 heb. Zo, hey. Dit is een 300cc 2-tak. Hé, hey, undercover politie? Of wat is dit? Oh joh, daar is een heel ongeluk gebeurd. Iemand uit de bocht gevlogen in het bos. Ik voel me wel stoer tussen supermotors te rijden. Oh, joh, oeh.
Dat heb ik ook altijd. Ik ben een keertje zo hard geflikkerd met mijn wheelie. Dat heb ik niet op beeld. Maar daarna durfde ik niet meer. Maar toen ben ik toch gewoon gegaan en nou durf ik het wel. Je moet daarna gewoon blijven gaan. Vind je dan niet veel te fel rijden met een 300cc tweetak? Valt wel mee. Valt wel mee. Wat doet deze holbewoner hier? We zijn even een stuk... Kerel. Milan, jongen. Kerel. Zo, Monster Gang, zoals jullie zien, we gaan even een kleine rondtour doen van wat hier eigenlijk allemaal is. En ik start hier eigenlijk gelijk bij de dikke KTM Supermoto. Kijk dan, super dik. Daar staat mijn beta. Ik heb net met de boys een stukje meegereden. Voel helemaal stoer nu. Maar ik ga even een rondtour doen en dan kunnen jullie allemaal zien wat hier allemaal is, strijders. Hier komt een eerste, de dikke klap aan. Flikkert bijna op zijn muil. Kijk dan hier even, wat een line-up, dikke line-up. Zo, we hebben hier een fotograaf gewoon. Hier een dikke line-up vast. Wat is jouw setup? Asshole, 50cc, mooi. We hebben politie, oh mijn god. Oh nee joh! Nee joh! Nee joh! Kerel! Nee! Oh nee joh! Kerel, hij is gepakt! Oh! Oh, hij wordt gelijk meegenomen! Zo, gelijk de klad. Zo, gelijk de klad in beslag genomen. Oh mijn god. Zo. Ik speel dit in GTA 5, roleplay. Oh mijn god. Oh mijn god. Dit is niet normaal. Komt, komt goed, komt goed, komt goed. Rustig, rustig. Rustig. Komt goed. Oh mijn god. Ik zag alleen dat. Zo, hé, niet normaal joh. Oh my god. Zo hé. Oh my god. Doe rustig, komt goed. Komt gewoon rustig blijven, komt goed. Kerel. Nee joh. Oh mijn god. Er komt sowieso meer hè. Oh mijn god. Laat mij je auto niet aftuigen! Ga springen jongen, ga springen! Doe wat je wil, dan komt er mijn minuutje kop. Oh, ik ga hier weg kerel, dit is niet gezond. Oh mijn god, ze worden gefilmd hier en alles. Zo hé. Gast, dit loopt helemaal uit de hand ook. Het loopt helemaal uit de hand hier. Gast. Oh my god. Het loopt helemaal uit de hand hier. Er is pepperspray alles gebruikt. Ja, pepperspray en al. Kom op, je neemt de goeie niet. Ja. Ja. Die kant op. Gaan jullie weg? Ja, ga je even naar het tankstation had.
Oh. Kom nou sowieso hierin dadelijk. Ja, het liefst ga ik met jullie mee, maar ja, jullie zijn 10 keer sneller als mij. Dus dat is wel shit. Ja, ik ga die kant op, denk ik. Ja, ga je die kant op. Oké, dan zie ik jullie daar wel, ja? Yo, tot zo, hè. Yo. Alleen, ik ga hem niet aan de hand doen. Hey boys, ik zou niet rijden doen, man. Ik zou aan de hand. Dat scheelt je een bok, denk ik. In principe, als we nu lopen, kunnen ze niks doen. I mean, we doen niks verkeerd nu. Ik ben hier gewoon bij een meeting uitgenodigd, dus... ja, jij ook, dus... We hebben georganiseerd, dus dat is wel erg. Ja, precies. We worden gefilmd hier. Ik snap ook niet waarom, maar... Ik snap niet waarom we worden gefilmd. Ik help die vrouw alleen. Alle kentekens worden gefilmd hier. Die Thomas, jongen. Die Thomas. Geweldig, wat een held. Nou, gaan we hem starten? Oh jee, als ik maar niet word aangehouden nu. Het is zo'n undercover. Alsjeblieft. Oh, Stan! Jongen, ik schrok van jou! Oké. Och jee, oh shit. Oh my god.